president, dames en heren, dat maar bij de India. Ama gawan bedrijf en dat bedrijf neem is een moeilijke naam. Minoli san ne high-tech, sanabja, on-job non-limited. Bespaar me al de ingewikkelde dingen. Maar de president gonna a bedrijf DC. Want deze mannen kunnen, de man kan liever brandweerauto, brandweervoertuigen kunnen ze leveren voor Suriname. Want ze hebben al 15 jaar terug, toen Santoki minister was, hebben ze al brandweervoertuigen geleverd aan Suriname of geschonken. En ook hierover heb ik begrepen dat een paar mensen hebben gezegd, maar Limbo, joh, Sanchez ligt allemaal na compleet aan mijn Chara Kondregi India. Hij is ligt na compleet aan mijn Livra Kondregi India. Nou, het maakt voor mij persoonlijk hoor, maar dat is mijn mening. En je weet, minesma voet je mijn mening, zodat ik vind dat ik erachter sta. Voor mij maakt het niet zozeer uit van welk land de brandweervoertuigen komen. Het interesseert me niet, zo'n Kondrewaju brandweervoertuigen. Zolang de dingen, dames en heren, voldoen aan de eisen. En minima beoordelen, dat moet het korps zelf beoordelen. Want een brandweerauto is geen Hilux, is geen Rectus. Een brandweerauto moet voorzien zijn van de nodige dingen die erbij horen. En als de mannen, heeft de man liever eenmaal, een bedrijf uit India, heeft de man liever eenmaal brandweerwagens voor ons land. En if Usabi, mensen, dat eigenlijk een korps, want zo is mij goed in brandweerwagen, dan vraag ik me af, jong, voor zo'n wagen is door op locatie, ja, zo brong. Begrijp je? Maar los daarvan, eigenlijk zou het korps goed voorzien moeten zijn, inderdaad. De man moest laaien naar een auto. Want er zijn momenten waarbij ik me afvraag van of toe drie brand of voorbrand, bij wijze van toeval, voorbrand Bari en Paramaribo, hoeveel brandweervoertuigen hebben we om die dingen te kunnen kofferen? Dus, en je weet hoe ik erover denk. Ik denk dat dit soort brandweerscooters, zodat die kar kon, moeten goed uitgaan. Het kan toch, het is een schande. Het is een regelrechte schande wanneer die mannen moeten bedelen voor op uniform. Eigenlijk zouden we ons moeten schamen, Isabi. De regering, de autoriteiten, de man moet kibri van schaamte. Maar ja, ze hebben geen je, dus de man is de mijn lafo. Je zou je moeten schamen als minister wanneer die mannen je moeten bedelen dat de man heb je zo. Je zou moeten gaan schuilen wanneer die mannen ermee klagen dat Unamawaka parade, Isabi, Unamawaka parade, omdat Una uniform. Je zou je moeten samen, je moet alle laat staan materiaal om te kunnen werken. Isabi, de brandweer moet natuurlijk, brandweer wagi. Maakt mij niet uit hoor, hoe zeggen ze het met een mooi woord? Het zal mij een worst wezen. Het zal mij een worst wezen hoor. Maar misschien zie ik het verkeerd. Misschien heb ik niet alle informatie. Maar als er dingen zijn die ik zou moeten weten. Dan. Trouwens, ik heb als gast iemand die alles weet over India. Ze heeft jaren in India gewoond. Niet eens voor. Hoe zeg je dat? Hey, deze foto is toch voor het nieuws? Maar hebben een foto van me gezet. Maar deze foto is van het nieuws. De andere foto. Een toffere foto, deze. Ik kan klikken. Dus ik ga mijn pleidooi even kort herhalen. Ik zei, gast, dat het me worst zal wezen uit welk land de brandweervoertuigen komen. Luistert u? Ja. Zolang we maar goed voorzien worden en het korps brandweer. Begrijp je dan? Dat ook al komen ze uit China uit of uit Afrika of Zweden, weet ik veel.
Maar ja, we zijn in een situatie beland dat mensen zo boos zijn op de regering. Dat Alassane regering doet de man nog weer in niks. Voor ons is de regering dat vanaf vandaag weer op AOV naar een kinderbijslag. Ze gaan even lachen, maar dan nog dit kost ding. Zo teleurgesteld is het volk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van eindelijk doet de regering iets goeds door ervoor te zorgen dat, dat een belangrijk instrument als de brandweer, dat ze de nodige tools krijgen. Maar de mannen waaien niks. Die mensen horen van hij is toch op een snoepreisje gegaan richting India, bla bla bla. Want zo wordt het genoemd door sommige mensen. Isabi, we hebben gisteren naar die persconferentie geluisterd van de president. Ik heb ambassadeur Ashna Kanhai gevraagd om vandaag bij ons te komen. Om met ons te praten over een aantal zaken. Zeker de reis naar India en wat we uit het nieuws hebben mogen pikken. En ze keek weliswaar een beetje boos vandaag. Ik weet niet, kan die was aan het trobben. Ja, maar dat hoor ik straks. Nu pas zie ik je smile, ambassadeur. Ja. Ik vroeg mij af, is er iets misgegaan of zo? Goedemiddag, welkom. Dank je. Nee, er is niets mis. Het is een beetje warm buiten, maar voor de rest, ja. Ik heb ook geluisterd naar die opmerkingen over die brandweerauto's. Hoor. Dus... Ik heb nog gelijk, of niet? Als ik geen gelijk heb, moet jullie me zeggen, hoor. Nee. Ja, dus inderdaad, als ze maar werken. Als ze maar werken? Ja. Ja, dat is ook als er maar geen afvoedingen zijn. Nee, dus toch? Maar ik denk dat we een aantal zaken die zijn besproken toen hoor. Ik heb gehoord dat we ook een of andere landbouw, wat was het, mechanisatie? Nee, verwerken van producten, ja, landbouwproducten. Maar toen ik het bedrijf ben gaan googlen, toen kwam ik erachter dat het een bedrijf is dat apparatuur en machinerieën verkoopt om inderdaad food processing te doen. Dus het was dus een bedrijf dat kennelijk machines wil verkopen. Maar dit bedrijf, Bribashi Hightech, is dat bedrijf bekend bij u? Nee, maar het is niet moeilijk. Indiaanse bedrijven zijn allemaal op online te vinden. Dus we kunnen het nu ter plekke googlen. En als je weet waar het is in India, dan kan je dus bijvoorbeeld dat filmbedrijf, dat was in Delhi. En het was in Lakshminagar, dat is een wijk waar je heel veel bedrijven hebt die achter een deur bestaan. Toch? Dus je hebt een deur, een adres. Hoe noem je dat? Brievenbusbedrijf. Dus ja, dat kan je makkelijk achterhalen. Ja, het is maar Bajaj staat bekend. Zo spreek je het uit, dan? Bajaj. Oh, oké. Okay. Nee, er was één Bajaj, toch? Had je het over die? Ja, nee. B-A-J-A-J. Ja, Bajaj. Oké. Okay. Ja. Bajaj staat bekend als een... je hebt heel veel mixers, auto... hoe noem je die dingen? Die choppers en dat soort van producten maken ze. Maar ze zijn natuurlijk ook groter gegaan. En inderdaad kunnen ze de machinerieën verkopen. Hele plants, hoe noem je die dingen? Die ingewikkelde systemen hebben ze ook van machines. Ambassadeur, welkom. Want volgens mij hebt u de mensen nog niet gegroet. Welkom in Bagannatori. Goedemiddag iedereen, ik ben er weer. Ja. Welkom in Bagannatori. We praten vandaag over... ik neem aan dat u hebt kunnen luisteren naar de president, toch? Want... Ja, ik heb een paar van die dingen gehoord, inderdaad, een beetje. Ja, laten we positief blijven. Wat is het mooiste uit het bezoek wat u van de president gehoord hebt? Ik denk dat het mooiste is geweest. Kijk, een high-level visit is altijd mooi. Omdat het wordt opgetekend. India heeft een systeem waarbij ze kijken naar het bezoek van de persoon. Bijvoorbeeld tijdens de vorige regering had je dat vicepresident Adhin regelmatig India bezocht. Al was het voor een conferentie of voor iets anders. En in dat opzicht is het bezoek toch van de president van een andere staat, en in deze dus een bevriende staat, is een hele highlight. En dat maakt dat er in de toekomst gekeken gaat worden naar wie is de... Dus nu moet er iemand van een vrij hoog officieel niveau op bezoek komen bij ons.
zeg maar, dat is die reciprociteit die een tegenbezoek. Een soort tegenbezoek. Ja, ja. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er in 2018 een officieel presidentieel staatsbezoek is geweest. Mr. Kovind. Ja, juist, Ramnath Kovind. Dat was president Ramnath Kovind. Dus wat je zou moeten hebben is een staatsbezoek richting India. En niet een bezoek dat wordt gedaan op basis van het bijwonen van de diaspora-conferentie. En dan wordt het uitgebouwd en weer verslagen naar ons als het volk, alsof het een staatsbezoek zou zijn. Ja. En ik bedoel, ik wil niemand bekritiseren, want ik ben laatst ook, iemand vroeg me, ja, je bekritiseert de regering. Maar dat is niet zo. Als het een andere regering was geweest, ook de regering onder welke ik heb gefunctioneerd, als ik kritiek had of als ik vond dat ik het anders zag. Nee, maar dat is een kletsverhaal van mensen. Moest ik het zeggen. Het is een kletsverhaal, want maar, kijk, dat is niet eens bekritiseren. Nee. We moeten de mensen leren, als dat ding geen staatsbezoek was, nee, dan moeten we gewoon zeggen, het is geen staatsbezoek. Nee, ja. Dus een staatsbezoek houdt wat anders in, toch? Ja, een staatsbezoek is heel anders. En het was mooier geweest. Dit is dus op zich is het de highlight. Het positieve is dat iemand van eigenlijk het hoogste niveau van ons land India heeft bezocht, toch? En wat ik niet zou doen is, ik zou bijvoorbeeld niet praten met een chief minister van een deelstaat. Toch? Dat zou ik niet doen. Als en als president. Ik het zo, ja, dat zou ik niet doen. Omdat het niveau van de president is president. En het kan zo zijn dat er een courtesy meeting wordt gevraagd door de chief minister. Omdat de president of de delegatie die deelstaat aandoet. Dan ga je daar een courtesy meeting van maken. En dat betekent een beleefdheidsbezoek. En ik denk dat we weten wat dat is. Ondertussen weten we al dat het een kopje koffie of iets fris is. En je gaat dan beleefdheden met elkaar uitwisselen. Zodat je kennis maakt, aangeeft wat mooi is in de deelstaat en wat niet mooi is. Maar je gaat dus niet op de president zou moeten zeggen, wij appreciëren de contacten met uw deelstaat. Maar ik delegeer het naar de minister. En we delegeren naar minister Randin. Juist. En dan gaat het, en dan gaat de minister ook niet praten. Maar wat er dan gebeurt is, de ambassadeur zou dan in contact moeten treden met de chief minister. Mm-hmm. En dan zeggen van, luister, dit is de agenda. Naar aanleiding van het bezoek van onze president willen wij graag dit voorstel doen. Dit hebben wij ook gedaan, hoor. Dit hebben we ook gedaan toen ik ambassadeur was. Dus wat je niet wil, en ik heb soms ruzie gehad met vicepresident Adin, omdat hij zei, een keer zei, ja, maar ik ga die, het ging om een NGO en de voorzitter van die NGO, die wel wereldberoemd was, hij zou bij die persoon op bezoek gaan buiten Delhi. Mm. Nou, elk bezoek dat mijn vicepresident doet buiten Delhi moet je aanmelden, toch? En ik wist niet hoe ik dat moest aanmelden, omdat ik zoiets had van, waarom als die NGO een courtesy meeting wens, dan horen ze naar u toe te komen. U gaat niet daarheen. En toen is het een beetje anders ingekleed, dat hij eigenlijk een bezoek bracht aan die hele onderneming, toch dus wel ter plekke moest gaan. Dus die ambassadeur moet eigenlijk in zijn rol gaan staan en dat afdwingen. Ja, en de autoriteit in Suriname beschermen. Nou, ik bekijk het anders. Mm-hmm. Het is wel iets dat de ambassadeur zou moeten doen. Maar het is wel iets waartoe de ambassadeur uitdrukkelijk instructie moet krijgen. Oké. En dus zeg ik, want vaak wordt er gedaan, ja, maar die ambassadeur zou het moeten weten. Ja, die ambassadeur weet het, maar die ambassadeur gaat niet proactief handelen als hij geen instructie heeft gehad. Mm. Toch? Dus ik vind het mooi, die dingen, maar je moet dus wel een courtesy meeting benoemen. En niet uitgebreid gaan. Bijvoorbeeld als de president ook met de CEO's gaat praten van bedrijven. Toch, dat is allemaal leuk. Het is goed als je voor 2 minuten zit en dan kennismakingsmoment hebt. Maar als president heb je altijd een adequate agenda. Ik kan me niet voorstellen dat een president zoveel tijd heeft. Dus dat vond ik minder. Maar het positieve is zeker dat er een president is geweest in India en op een aantal fora prominent aanwezig is geweest. Ja. Oké. Ik vond het, dat mooie dat van de onderscheiding, no? Ja, dus de onderscheiding, van, je bedoelt die diaspora-onderscheiding. Ja, van Santokki, weliswaar heeft hij het nu in ontvangst kunnen nemen. Hij had het al in ontvangst genomen. Hij had dus in ontvangst genomen via Zoom en dan was er geloof ik, later dat jaar had de Indiase ambassadeur een receptie georganiseerd. Mm-hmm. Dus
dat moment is ook geweest. Toen, dus het is een tweejaarlijks evenement, hè, die conferentie, diaspora conferentie. En voor elke keer kunnen er 30 personen een award krijgen als ze zich dienstbaar hebben gemaakt in een bepaalde categorie. En dan heb je verschillende categorieën, hoor. Je hebt community service, public service, wat was het nou, public affairs heb je ook. En ik weet dat inderdaad, eerder... ik denk dat meneer Sharman heeft deze keer de prijs, de award ontvangen in de categorie van community service. Wat ik weet is dat er twee mensen voorgedragen waren, waarvan één voorgedragen was door de Indiase regering, een Surinaamse vrouw. En meneer Sharman, dat gaan we later ontdekken. Want weet je, het is niet meer relevant. Maar wat ik wel jammer vind is dat wanneer er wordt vertelt in het nieuws dat er twee mensen waren genomineerd, dat er maar één persoon was genomineerd, is dat niet waar. Omdat het proces is, je wordt voorgedragen, dan ga je door een screening van een commissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van India, gecombineerd met wat andere NGO's. En de International Council for International Relations is eentje daarvan. Die organisatie ken ik. Is een invloedrijke NGO in India die zich sterk maakt voor het diaspora-beleid. Maar goed, dus wat ik wilde vertellen was dat er twee personen zijn voorgedragen. Eén persoon, dat was die Surinaamse vrouw, die was voorgedragen door de Indiase regering. En meneer Sharman was voorgedragen door de president van Suriname. Dit waren de twee voorgedragen mensen. En dit zijn ook deze twee voorgedragen mensen zijn ook succesvol genomineerd. Ze zijn door die screening gegaan. Die mevrouw de nominatie, was die succesvolle nominatie, was dus in public affairs. En uiteindelijk heeft van de twee succesvol genomineerde Surinamers, heeft meneer Sharman een award gehad in de categorie community service. Maar dat is die vrouw. En mijn hartelijke felicitaties trouwens ook aan meneer Sharman. Is die mevrouw? Melissa? Nee, het was niet de first lady. Ik neem aan dat je haar bedoelt, want ja. Dus ja, nee. Zij was het ook niet. Weet je, ik ben wat dat betreft, ben ik bescheiden, maar ik was die persoon. Dus ik ben door de Indiase regering ben ik voorgedragen geweest. Ik ben niet door de Surinaamse regering voorgedragen geweest. Maar ik was wel een van de twee succesvol genomineerden voor die award. Ja. Dus waren de twee Surinamers die genomineerd waren. En dat is denk ik ook wel een prestatie waard. Ik weet niet waarom dat niet in het nieuws was. Maar goed, ik heb het niet in het nieuws gebracht ook. Omdat ik dacht, je gaat niet zelf vertellen, ik ben lekker genomineerd. Maar ik vond het wel een hele eer dat de Indiase regering mij had genomineerd. Zonder meer. Dus ik kreeg daar wel een trots gevoel van. Gefeliciteerd. Dank je. Gefeliciteerd. Nu is dat moment geweest dat onze president heeft gesproken op die conferentie. Vond ik ook wel leuk, hoor, om te zien en zo. Het is altijd mooi. Er zijn de sidelines zijn, zoals ik had voorgehouden, zouden er gesprekken zijn met de president, de prime minister van India en zo. Maar we hebben ook foto's gezien waar de presidentiële delegatie een aantal tempels heeft bezocht. Prominente Sanatan Dharam tempels, by the way. Dus ik denk dat we een beetje exposure hebben. Dat interview toen ook met de WION hebben gezien, waarin de president uitlegt hoeveel schulden er zijn in Suriname en dat hij dat allemaal heeft overgenomen en zo. Kijk, ik vind dat de vorige regering heeft het niet goed gedaan. Ze verdient absoluut geen schoonheidsprijs. We weten het. Financiële malaise achtergelaten, dat kan. Maar dat horen we nu al 2 jaar. En wat heeft het Indiaas publiek ermee te maken? Weet je, ik vind het belangrijk dat we het Suriname, en ik wil wel iets zeggen in dit verband. En ik minenna kwam blakabal als ik het zeg. In 2014 was de voorzitter van de oppositie in parlement, dat was dus onze huidige president, meneer Chan Santokhi, was in India met een delegatie. En het was heel leuk in die zin dat ik toen ambassadeur was en ik heb hem ontvangen. En wat ik vroeg waarmee ik kon bijstaan en het bleek dat ze met de delegatie naar de
parade zouden gaan van 15 augustus. Dat is de onafhankelijkheidsdag van India. En dan wordt er altijd een parade gehouden. Mm. En dan speech de prime minister en zo. En de prime minister toen was net nieuwbakken, prime minister Modi. Mm. Dus toen hebben we, toen heb ik gevraagd van, oh, u gaat daar naartoe? Ja, we hebben al alles geregeld, hoorde ik. Maar toen dacht ik, weet je, als ik iets kan doen, waarom niet? Het zijn Surinamers. Zo hoorde het. Dus toen zijn we met een deel van die delegatie. Ik vond het ook heel leuk om samen met meneer Santokhi in de auto van de ambassade daar naartoe te gaan. Mm. En we zijn samen gegaan en ik heb ervoor gezorgd dat hij, want wij kregen dan een aparte VIP waar alleen ambassadeurs zitten, dat we samen daar konden zitten. Dus ik vertel dit omdat het toen ook leuk was en nu ook leuk zou zijn geweest. Die solidariteit die we als Surinamers met elkaar moeten hebben, moeten we behouden. Mm-hmm. Toch? Toen hebben we daar in dat deel waar alle diplomaten zaten, hebben we gezeten. We hebben van heel dichtbij hebben toen de prime minister zijn speech aangehoord. En ik heb daarvoor ook een prachtige brief gekregen van dank namens de VHP. Dus weet je, die solidariteit. Ik heb het ook leuk gevonden hoor, om dat te kunnen doen. En er zijn verschillende prominente mensen van toenmalige oppositie zijn naar India gekomen. Iedereen was welkom bij ons op de ambassade. Maar ook kon iedereen een beroep doen op de ambassade. Dus ik wil niet nog een keer weer lofspreken met hem. Maar het gaat erom dat wanneer men dan gaat vertellen dat er een grote schuld is en dat de vorige regering er niks van heeft gebakken, dat het, weet je, er is altijd een publiek. Het hoeft niet altijd en overal gezegd te worden. Dat is wat ik zo. Dus het leek mij diplomatisch een beetje. En ik ben geen superdiplomaat, maar ik kan er een beetje van. Je moet wel oppassen dat niet onnodig veel informatie aan het verkeerd publiek wordt gegeven. Toch? Wat ik bijvoorbeeld ook, wat me opviel, was dat Suriname. Maar los daarvan, ja, de manier ook hoe de mensen die gaan aankijken, toch? Ja. Want ja, ik denk niet dat men achting zal hebben als je medebroeders zo neerzet op een dusdanige manier, toch? Ik bedoel. Nee, het hoort eigenlijk. Ik vind niet dat het hoort. En nogmaals, ik bedoel, ik draag nog steeds president Santokhi een warm hart toe, omdat hij de president is van Suriname. Maar ik vond dat een beetje het had niet gehoeven, toch? Ja. Ook bijvoorbeeld dat verhaal over Bollywood, waarom dat andere interview zag ik ook, waarin werd verteld dat Bollywood heel nauw aan het hart ligt van de president. Nou, het gaat niet om een persoonlijk verhaal. Het gaat erom dat op dat moment, bijvoorbeeld, hè, als ik in zijn plaats had gestaan, had ik gezegd, ik zou graag zien dat Bollywood films komt maken, want ons land ligt in een tropisch regenwoud en we hebben genoeg scenery waar de films eigenlijk een mooiere achtergrond en een mooier beeld. We hebben ook Surinaamse, Hindoestaanse diaspora, dus u hoeft niet figuranten mee te nemen. We hebben genoeg mensen die op jullie lijken die als figuranten kunnen lopen. Dus kom gewoon mooie Bollywood liedjes of Bollywood films schieten. En echte, hè? Echte Bollywood. Nee. Niet als die van vorig jaar. Dus ik zou het zo hebben gedaan, toch? Dus cash wel de opties. Een ander ding is dat we hebben toegezegd dat we India gaan ondersteunen in haar eigenlijk in haar streven om permanent lid te worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is inderdaad altijd zo geweest. Ook in de afgelopen 10 jaar, of wat is het, 8 jaar, 7 jaar is India er prominent mee bezig. Onze regering heeft zich altijd een beetje ondersteunend opgesteld. En nu bij zo'n bilateraal overleg, wanneer dan de president praat met de president van India, dan komt het ter sprake. Maar dan zeg ik van, als we de ondersteuning geven, wat krijgen we ervoor terug? Toch, want in dat tussenstaat heb je altijd een reciprociteit, noemt men dat, geven en nemen. En als we nu prominent hebben gezegd, ja, wij gaan India ondersteunen, wat hebben we ervoor terug gehad? Toch? En dat heb ik niet echt kunnen halen uit het relaas van uit de verklaring, hoor. Ajna, ben je het eens met Filia Kramp? Want die heeft, was het gisteren? Ik hoop dat ik het juist zeg. Ja. Ze had nogal wat moeite, ja, behoorlijk moeite, met het optreden van de president in India. Ja. Zeker het bezoeken van de, hoe heet die dingen ook alweer? Tempels. De tempels, ja, inderdaad. Ja.
ze gaf aan van je had dat liever kunnen nalaten. Heb je dat kunnen volgen? Ja, nou, ik heb het gevolgd. Ik heb inderdaad ook met veel plezier overigens geluisterd naar mevrouw Kramp. Altijd heel pittig en eigenlijk vurig. En dat is wel leuk, want dat pompt de energie op het midden van de dag. Is altijd leuk. Komt erop neer van, jij bent daar niet als persoon, maar als president van een land. Kijk, hoe ik het bijvoorbeeld, ik ben ook overtuigd hindoe. Ik ben Sanatan, dus dat wil ik wel meegeven en ik draag dat ook uit. Wat je kan doen bij zo'n bezoek is, je werkt het officieel deel af, voor zover je dat hebt. En wat je dan doet is dat je zodanig afspreekt dat je dan in je privé-tijd iets gaat ondernemen. En dat heb je. Er zijn altijd 1 of 2 uurtjes ergens beschikbaar. Dus dan zou ik die tempelbezoeken doen, maar ik zou dan niet zoveel video's en foto's en zo laat. Ik zou dan bijvoorbeeld zeggen van luister, ik ga met mevrouw er naartoe. Ik trouwens, toen ik ambassadeur was, ik heb heel veel oude tempels bezocht in India. Maar ik heb ze altijd als een commoner bezocht. Dat betekent als een gewone persoon. Ik heb nooit gebruik gemaakt van het feit dat ik bijvoorbeeld voorzieningen kon krijgen. Toch? Want je kan bijvoorbeeld je aanmelden en dan kan je misschien een politiemannetje meekrijgen en dat soort dingen. En dan kan je ook de rijen, want er zijn vaak lange rijen. Dus we hadden bijvoorbeeld de plaatselijke autoriteiten moeten het weten. Maar dan kan je een privé ding doen. Ik weet bijvoorbeeld toen president Trump in India was met zijn vrouw. Hebben ze ook een aantal zaken bezocht in. Bijvoorbeeld ze zijn naar de Taj Mahal gaan kijken. En dat was gewoon hun security van in de Indiaanse overheid geeft een security guard en een auto eventueel. Die ging mee en ze zijn rustig gegaan. Daarover is er niets gezegd. Toen ze eenmaal vertrokken waren, heeft geloof ik de vrouw van de president toen een fotootje getwitterd. Dus ik ben het wel eens met het feit. Je kan het wel doen, maar het had niet zo verslagen hoeven te worden. Ja, het had echt als een privé handeling moeten worden verslagen. Dus je moet niet de rol van president daarnaast. Ik vind dat niet correct. Ik heb het ook niet gedaan als zodanig, hoor, toen ik daar ambassadeur was. Dus ik vind dat je ook, vind ik dat kerk en staat, dus in deze bedoel ik naar religie en staat, strikt gescheiden moeten worden. Anders zijn we met retroactiviteit bezig en dan gaan we naar de middeleeuwen. Ja. Ik wil niet dat ik. Toch, want zo gaat dan. Je bent christen, misschien ga je naar Vaticaanstad. Dan ga je daar, dan ga je prominent. Ik weet het niet. Dus ik zou het niet fijn vinden om te zien dat wanneer je op dienstreis bent, toch? Dat je dan ook nog allerlei andere dingen gaat doen. Hou het voor jezelf en doe het in je eigen tijd. Is oké. Je bent op de plek, ik kan me voorstellen. Je wil die plek zien. Ja. Overigens is het een Sanatan Mandir en een tempel. En is onze president Arya. En u weet, tussen de Arya's en de Sanatans is eigenlijk het prominente verschil. Het evidente verschil is dat de Arya, die waker, ervan uitgaat, voor zover ik het goed zeg hoor. Ga de Arya die waker ervan uit dat er geen beelden worden vereerd. En bij de Sanatan Dharam worden juist wel beelden vereerd. Dus als dan onze Arya president naar een Sanatan Mandir gaat, dan vraag je ook even af van oké, maar het mag natuurlijk, want luister, geen enkel huis van gebed, ook niet in elk ander geloof, toch? Je verbiedt de toegang niet tot de mens, maar ik zou het in mijn eigen tijd hebben gedaan. Ja, nou ben je ambassadeur in India geweest, je kent dat land helemaal. Ja. Hoeveel jaren ambassadeur? 10. 8, 10 jaar? 10, ja. Wow. Na het presidentieel bezoek wilde ik wel weg. Maar toen zou president Bouterse toen het tegenbezoek doen. Maar volgens mij was er iets met zijn gezondheid. In 2019 kon hij op dat moment niet meer. En in de aanloop naar de verkiezingen wordt het meestal een jaar lang gaat er geen outgoing en incoming visits, toch? Op dat niveau. Dus toen is het niet gebeurd. Maar ja, dus ja, ik ben 2012, 2021, ja. Okay. Nou, vertel me dan, want dan bent u helemaal thuis. Ja. Vertel me, wat is die partij? Want de president die is gekomen in Suriname. En hij heeft gezegd, zijn partij zal een samenwerking aangaan met de grootste regeringspartij. Nou, zei ik het goed? Ja, het is de regeringspartij. De Bharatiya Janata Party, de BJP. Janata Party. Ja. En de president was nogal enthousiast, heb ik gemerkt. De manier waarop hij dat heeft gebracht, heeft gepresenteerd aan zijn achterban hier in het VIP-centrum. Ja. En ik schrok ervan, want hij zei van, de mannen hebben hoeveel miljoenen leden? Ja, 188 miljoen, dacht ik. Begrijp je? En hij schijnt daar
behoorlijk onder de indruk van te zijn. Ja. Want de kleine VAP die kan helemaal niet op tegenover een partij met solide bestand. Maar wat zijn de achtergronden? Want ik vraag het aan jou, jij kent India op en top. Want er zijn mensen die zeggen van, maar eigenlijk is die partij niet echt een, hoe zeg je dat, het is een, puur Hindoe-partij, zeg je ja. Het? Dus kijk, het goed? Ja, ik ga even erop in. De Bharatiya Janata Party is een politieke organisatie in India. En inderdaad, ze hebben heel veel leden, maar India heeft 1,2 miljard inwoners. Dus ik denk dat wanneer je praat over 180 miljoen en 1,2 miljard, het is een kwestie van nullen, delen. En dan zal men zien dat men toch op een bepaald deel uitkomt. Er zijn deelstaten in India waar de BJP totaal niet kan binnenkomen. Bijvoorbeeld de hele deelstaat West Bengal is een van de grotere deelstaten waar Mamata Banerjee de BJP helemaal onmogelijk maakt. Er zijn 4 deelstaten in het zuiden, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka en wat is die vierde weer? Hyderabad. Daar heb je in het zuiden van India spreekt men bijna geen Hindi, omdat men de Dravidiaanse talen daar beter, of Dravidische talen kent. En die talen lijken meer op Sanskriet. Maar daar is de politiek ook anders. Bijvoorbeeld in de deelstaat Tamil Nadu heb je, dat is Madras vroeger, daar heb je gewoon een lokale partij. Delhi bijvoorbeeld, de deelstaat Delhi, wordt door de partij van Arvind Kejriwal. Die is totaal tegenovergestelde van de BJP. Maar wat is de BJP? En dan heb je natuurlijk de congres van mevrouw Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, zijn dochter, en daarna de Gandhis. Nu Rahul Gandhi en Priyanka Gandhi. En je hebt de BJP. De BJP is een partij die ook, die ik ook een warmer hart toedraag dan een andere partij. Omdat ik Hindoe ben. Echt, die partij appealt wanneer je Hindoe bent. Waarom? Omdat de grondbeginselen, dankjewel, die grondbeginselen van de Bharatiya Janata Partij hebben veel te maken met Hindoeïstische uitgangspunten. En ik zeg wel, het hindoeïsme is geen religie, het is een levenswijze. Het is heel veel geënt op filosofieën. Maar daarmee zeg ik ook dat het een deel is van India. Dus als men dan zegt, BJP is de nationale partij, is het niet waar. BJP is geënt op hindoe-filosofieën. En de mensen die zich aansluiten bij de BJP doorgaans zijn getraind in de RSS. Dat is de Rashtriya Swayamsevak Sangh. En dat is een iets fanatiekere, ik zeg niet radicaal, hè, want ik vind het extreem. Maar het is een vrij fanatieke, het is ook niet extreem. Het is een fanatieke beweging binnen het hindoeïsme die zegt van we moeten klaarstaan, altijd bereid zijn en paraat staan, maar ook de filosofieën, hè, leer je, en de talen. Zo. We moeten bereid zijn. Is toch niet mijn telefoon? Oh ja. We moeten bereid zijn om te kunnen onze religie te kunnen verdedigen. Dus het heeft een beetje, misschien, ja, men zegt militant hoor, maar ik wil, weet je, ik kan niets negatiefs zeggen, want wat het ook is, het is niet iets waar we ons zorgen over te maken, want het is in India. Maar ja, het is een hindoeïstische partij. Het is een partij die is geënt op hindoe-filosofieën. En of dat dan de uitdrukking is van een secularisatiegedachte, wat we dus in India altijd hebben gezien. Moslims, hindoes. Er wonen meer moslims in India dan dat er in Pakistan wonen. Ja, want mensen hebben dan berichten gestuurd van Cliff, zie je wel, de Sfilia had helemaal gelijk. Ja, ze heeft in grote lijnen wel gelijk. Het is, weet je, wij hebben in Suriname, hebben we came a long way. Als je bedenkt dat we in de 60er jaren grote tegenstellingen hebben gehad tussen de Kriolen en de Hindoestanen. En er is de grondlegger eigenlijk van de VHP heeft de aanzet gegeven tot de verbroederingspolitiek. Lats. Precies. Dus als meester Lachman dat toen heeft kunnen initiëren en het ook
natuurlijk op tegenstand. We hebben nationalistische bewegingen gekend. Ontstaan van een aantal politieke partijen, wat natuurlijk wel een goede ontwikkeling is, want elke beweging is ontwikkeling. Heb je natuurlijk wel een soort van gevoel van waarom hebben wij, moeten wij naar een partij, een buitenlandse partij kijken? Want laten we eerlijk zijn, of ze BJP goed vinden of slecht vinden in India, het is een India's verhaal. Het is niet ons probleem en het is niet ons verhaal. En we moeten het niet ons verhaal maken ook. Wij moeten kijken en daarom zeg ik soms moet je achteruit kijken. En ik heb een prachtig boek gevonden, mag ik het in beeld brengen? Natuurlijk. Ik heb dit boek bekeken en het is van de hand van... Asimula. Gewezen ambassadeur van Suriname. Ja. Evert Asimula, tegenwoordig heet hij Evert Gonesh. En ik heb er dankbaar uit gelezen. En toen ik naar die... er was zo'n speech van onze president, maar dan in zijn hoedanigheid van partijvoorzitter. Toen dacht ik, wacht even. Ik moet toch weer even gaan lezen over wat was eigenlijk weer de achterliggende gedachte. Er is een ontwikkeling geweest, hè. Vanaf de 60er jaren is er een eigenlijk... Ik heb hier een stuk, ga ik even voorlezen als het mag. Ik weet niet hoeveel tijd mensen hebben om naar me te luisteren. Maar het optreden van deze beweging enzovoort. Dus kijk, ik ga hier een stukje zeggen van die verbroedering. Ja, hier. De verbroederingspolitiek, een creatie van Lachmon. En dat zegt de schrijver Breveld. Is aldus gekoppeld aan diens persoon. In de literatuur circuleren verschillende verklaringen over de verbroederingspolitiek, waarbij vooral wordt gefocust op de relatief korte periode van samenwerking tussen Lachmon en Pengel, de leider van de destijds Afro-Creoolse Nationale Partij Suriname. Zo duidt Setni de verbroederingspolitiek aan als de romantische benaming van het verstandshuwelijk tussen de NPS en de VHP. En van de politieke symbiose tussen de politieke leiders Pengel en Lachmon. Toch? Dan heb je natuurlijk een andere lezing en nog een lezing en nog een lezing. En dan krijg je wat de auteur zelf concludeert. En ik denk dat dat zijn conclusie is. Daarnaast was de verbroederingspolitiek ook pure politieke coalitievorming tussen twee in feite antagonistische groepen verenigd in de politieke partijen NPS respectievelijk de VHP. Nou, precies dit woord antagonistisch, dus eigenlijk twee polen, min en plus, toch? Want dat is antagonistisch. Dat is zeg maar de grondgedachte. Waarom gaan we nu terug naar een situatie waarin je antagonisme brengt? Terwijl juist, en ik zeg dat is wel een van de verdiensten, hè, van meester Lachmon, is om te zeggen van luister, natuurlijk heeft iedereen een andere mening erover. En daar kunnen we urenlang over in discussie gaan. Maar het is dus wel iets geweest dat een bepaalde ontwikkeling teweeg heeft gebracht. En dat heeft later waarschijnlijk zich ook geuit in dat nieuw front en dat soort zaken. Maar het heeft ook een antibeweging veroorzaakt. En dat was dus die nationalistische beweging waar er bijvoorbeeld is gezegd... toen er in 1959 bijvoorbeeld een cadeau zou worden gekocht voor koningin Juliana... was er een beweging en ik denk dat die beweging de aanzet is geweest tot heel veel meer nationalisme in ons land. En dat was de vereniging Wiegisani. Die zei van, die was trouwens, wat was Wiegisani voor de jongeren onder ons, mezelf included, was in het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw in Nederland opgericht door Creoolse studenten die op zoek waren naar hun culturele wortels. Nou, er waren toen geen Hindoestaanse studenten die studeerden in Nederland hoor. Een van de voornamen, de jurist Eddie Bruma, kwam in 1954 terug naar Suriname en initieerde met het overplanten van Wiegisani binnen de Afro-Creole een culturele revolutie. Toch? En dat is uiteindelijk de nationalistische beweging geworden. En die nationalistische beweging zegt dan, voor de verjaardag van koningin Juliana, we zijn te arm om te geven aan anderen die het niet nodig hebben. Laten wij ons bezinnen dat de tijd aangebroken is om aan onszelf te denken. Ons vaderland, ons eigen land, ons dierbaar Suriname. Verbreek alle koloniale tradities. Weg met het kolonialisme. Dat is 1959. Zo zijn we gaan ontwikkelen. We hebben ons zo ver ontwikkeld. Dus om terug te komen. Het
gevoel dat mij bekroop. En ik wil niets verkeerd zeggen van niemand, maar waarom moeten wij een partij, wie is grondlegger? De grondlegger is geweest van de verbroederingspolitiek, om antagonisme, zeg maar, een beetje te neutraliseren. Waarom moet die partij nu gaan en zich knechten aan de ideologie van een buitenlandse politieke organisatie? Het gaat mij niet of die organisatie BJP heet of Congress Party of hindoeïstisch is of niet. Het gaat erom, het is een buitenlandse partij. Waarom moeten wij ons knechten? Samenwerkingen zijn oké. Het is juist goed als we gaan samenwerken. Omdat onze jongeren misschien de ruimte krijgen om te zien hoe het in een grote... Want India is wel een democratie. Omdat iedereen gaat in India naar de stembus. Iedereen stemt. Ook in het parlement zie je dat de oppositie alle ruimte krijgt om de coalitie letterlijk en figuurlijk dood te slaan. Verbaal dan. Maar ook het weerwoord te incasseren. Toch? Dus ik ben in het parlement in India een paar keer geweest. En het was een lust. Echt. De chair zit daar. Toch? Om te zitten. Zonder een hamer, want hij moet niet durven te hameren. Want dan heb je dat iedereen rustig daar gaat zitten. En dat verschijnsel heet daarna. Dan gaat iedereen rustig voor die voorzitter zitten op zijn hurken. En dan is er geen vergadering meer. Dus dat ding van quorum, geen quorum. Als we die uitwisselingen gaan hebben met bijvoorbeeld landen als India. Maar ook andere landen. Dan gaan we zien hoe parlementen in het buitenland anders functioneren. Maar dat heeft het te maken met het parlement, het volksvertegenwoordiger zijn. Niet per se een politieke partij. Dus maar hoor ik je zeggen, ja, dat met die samenwerking Santokki eigenlijk in schril contrast is met zijn Brumchijari filosofie, theorie. Ik denk het, kijk, als we ons gaan aansluiten bij een partij die fundamenteel gebaseerd is op een religie, toch, ik zeg het nu helemaal algemeen, is het een stap terug in de geschiedenis van onze eigen natie. Omdat wij al voor de onafhankelijkheid ons bewust waren dat communalisme in een gepolariseerde vorm niet zou bijdragen aan de groei van ons land. En door bijvoorbeeld een aantal ontwikkelingen van ook de VHP, maar ook andere politieke partijen, is er een soort tegenbeweging gekomen dat heel nationalistisch was en dat is gaan uitgroeien. Dus ik vind het niet nationalistisch alsof we doen alsof een van de oudste politieke partijen van ons land de behoefte heeft om zich te knechten aan de ideologie van een buitenlandse partij. Dat is wat ik zeg in het algemeen. Okay, dus als morgen de ABOP zegt, wij gaan naar, weet ik veel, een partij kijken in Ghana of in Burkina Faso of in Benin of weet je daar, waar de voorouders vandaan komen en waarschijnlijk ook de spiritualiteit vandaan komt, dan zeg ik, is niet goed. Oké, even kijken. Oh ja, mag ik dit ook zeggen? Ik wil deze quote. Maar dit is ja, straks doen we dat, ja. Dit is inderdaad iets wat ik zou deze vraag ook stellen. Maar deze jonge Kenry is net zo scherp als ik nog. Als ik me niet vergis, heeft de NDP toch ook banden met de Communistische Partij van China? Ja. Ja, maar dat kan. Dat kan. Ik zeg niet dat je geen uitwisselingen moet hebben. Maar als je dat doet, kijk, China heeft maar één politieke partij, toch? India heeft er meerdere. En weet je wat frappant is? De Surinaamse regeringen hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat wij niet gebonden zijn. En ze hebben altijd samengewerkt met elke regering van India. Maar ook elke politieke partij. Dus als u dan met de BJP gaat werken, werk dan ook met de Congrespartij, want dat is de tweede grote partij. Ja, ja. Toch? En werk dan ook samen met bijvoorbeeld West Bengal. En dat zou een goede zijn, want West Bengal, de West Bengalen, zo hier die deel staat, heeft
eigenlijk ook nog een andere band met Suriname, want dat was het gebied van waaruit de contractarbeiders werden verscheept, om het maar zo te zeggen. Dus je hebt, er zijn zoveel soorten samenwerkingen, bijvoorbeeld met de politieke partij van mevrouw Mamta Banerjee van West Bengal, kan je ook samenwerken. Dus het toeval wil dat China heeft maar één politieke partij. Maar ik denk dat als China... En oh ja, ik neem aan dat de NDP... Wat ik weet van de NDP is dat de NDP ook met andere partijen in India samenwerkt. Maar ook met de BJP. Want de vicepresident toen, vicepresident Adin, die had ook contacten. Die had ook contacten met mensen van de BJP. Maar dat was nooit zo prominent. Ja. Weet je wat belangrijk is? Wie eet je sani? Dat is belangrijk. Wij hebben onze ideologie en dat is hoe we dat gaan ontwikkelen in Suriname. Wij hebben niet, want weet je wat gaat gebeuren? Er is in Indonesië is er een islamisering gaande, ook in bijvoorbeeld de wet, toch? Dus nu bijvoorbeeld is overspel is strafbaar gesteld. Toch? Dus je krijgt steeds meer een soort van verandering, ook van de maatschappij. Maar dat mag Indonesië doen. Dus de politieke partijen daar kennelijk zullen ook een aantal zullen iets meer islamitisch zijn, ander een paar minder islamitisch of minder op religie gebaseerd zijn. Morgen zeggen de partijen die in Suriname Javaans georiënteerd zijn, we gaan daarmee samenwerken. Maar ik zeg, werk dan met alle... Zeg van, we willen politieke samenwerking. Dan ga je met alle politieke partijen samenwerken. Als politieke organisatie is het altijd goed. Is een capacity building. Is een, hoe zeg je dat, een uitwisselingservaring. Dan werk je met de Congres van India. Met BJP van India. Met de partij van mevrouw West Bengal. Je werkt met de Aam Aadmi Party van Kejriwal van Delhi. Dan heb je 4-5 partijen. En dan heb je daarmee samengewerkt. Dus China is een goed voorbeeld, maar China heeft maar één politieke partij. Oké, we gaan kijken welke reacties we binnenkrijgen. Op het veelbekeken optreden van, wauw, zoveel kijkers. Deze vrouw is vrij populair. Zijn er veel kijkers. Echt. Oh, ik ben weer op uitnodiging hier, hè, mensen. Laten we even kijken. Ja, natuurlijk ook wat kritiek. Ja. Om je te triggeren. Zeg het maar. Iemand zegt, ik begin te twijfelen in de dame die daar zit. De vorige keer wist ze te vertellen dat men nergens kon zien als het een uitnodiging is van India. Ja. India. Ja. En nu zegt ze dat het heel belangrijk en leuk is dat hij India heeft bezocht. Laat me dat verduidelijken. Bezoek in het buitenland is heus niet zo geweldig, vooral als het geen uitnodiging was. Die man is gewoon op vakantie gegaan, dus Olip Miera. Ja. Leuk. Ga je gang. Clifton, je hebt me gevraagd, wat is er positief aan? Ja, ik heb die vraag gesteld. Ik heb gezegd, wat er positief aan is, is dat er een president op dus presidentsniveau in India is geweest. In het verlengde daarvan heb ik gelijk gezegd, het was geen staatsbezoek en het was mooier geweest als het wel een staatsbezoek was. Ik ben het roerend eens met de mensen dat de indrukken die ik heb gekregen ook gewoon een tripje was. Want als het ging om gaan naar die conferentie, daar hebben we een voorbeeld aan president Irfan Ali. Die heeft precies 3 dagen erover gedaan en heeft niet nog 100 deelstaten bezocht als zoals onze presidentiële delegatie. Dus ik ben het wel eens met de persoon en ik denk dat ik heb geantwoord op een vraag. Dus ja, ik hoop dat daarmee ik minder weer geloofwaardig ben. Ja, nee, mensen mogen natuurlijk. Ja. Je stelt die vraag en want uiteindelijk doen we de presentatie voor u. Een vraag, kunnen we dit soort zaken niet voorkomen door bijvoorbeeld te stellen en te regelen dat pure etnische zaken niet gedaan mogen worden door nationale politieke keypersons? Kan dit niet aan stichtingen overgelaten worden? Pure groepszaken mogen maar dan via culturele stichtingen. Niet in de rol van minister of president of DNA-voorzitter. Ja, dus ik denk inderdaad ook hoor dat. Maar het probleem is deze conferentie is natuurlijk wel zo dat de organisatie verwacht dat de mensen participeren.
En wat ik weet, is dat er een algemene uitnodiging komt van de ambassade, een soort van call, dat mensen zich mogen registreren voor die conferentie. En deze delegatie heeft zich ook zo geregistreerd. Dus gewoon als participant van de conferentie. Toch? En dat hebben ze in een vrij laat stadium gedaan. Want half december waren er nog geen registraties uit Suriname voor die diaspora-conferentie. En plotseling in de derde week van december was er een hele presidentiële delegatie. Nu, als de president zich aanmeldt om te gaan naar de conferentie, dan wordt er door de host, de ontvangststaat, wordt er rekening gehouden met de positie van de man en krijgt hij dan een bepaald soort protocol toebedeeld. Dat is het. Ik hoop dat ik daarmee ook wel duidelijk heb kunnen uitleggen wat ik eerder bedoelde. Oké, dan ga ik naar de volgende opmerking of vraag. Meneer Cliff, als het de taak is van onze president om een brandweerwagen te halen uit India, ja, dan kunnen we onze ministers bedanken en ja, een paar assistenten benoemen. Ja. De president beschouwt zijn buitenlandse missies als persoonlijke makkokketje trips. Ja. Waarbij hij ons komt verrassen met cadeautjes die hij heeft meegebracht. Als volk moeten we beseffen dat onze gekozen vertegenwoordigers niet alleen datgene gaan doen wat ze met ons, het volk, hebben afgesproken en afgestemd. Ik ben het eens met mevrouw Kanhai dat hij privé dingen, inclusief zijn politieke partij, niet zo in de publiciteit moet brengen. Het zou mooi zijn als onze politici een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Zij gaat er voortijdig uitstappen. Zij zegt, ik weet wat deze job vereist. En ik heb niet langer genoeg in mijn tank om recht te doen aan deze job. Ja. Ze heeft een bijzondere job voor je tot nu toe, maar wordt nu geconfronteerd met enkele crisis, waarvan ze eerlijk aangeeft dat na 2 termijnen het welletjes is geweest. Terwijl onze politici, kost wat het kost, zijn vastgebrand op hun stoel. Ja. En het liefst daarop doodgaan. Ja, dat is wel mooi gezegd door meneer of mevrouw. Mevrouw. Ja, echt. Ik mag doorgaan. Ja. Goedemiddag. Latschman heeft zijn meestertitel gekregen, dus niet voor gestudeerd. Zijn verbroederingspolitiek was voor de eenheid tussen de moslims en de hindoes. Die enkele NPS en VAP verbroedering. Ja. Het is altijd aangenaam luisteren naar mevrouw Kanhai. Ik vind dit top. Chani heeft India in de schulden gezet. Maar dat mag ze niet zeggen. Dit begrijp ik niet. Kijk, wat ik ook wil zeggen, even over die schulden. Mm-hmm. Er wordt zo gesproken over schuld, structurering, herschikking. Wat was het weer met India? Herschikking. Schuldherschikking. Dat initiatief is gekomen nadat wij als Suriname hebben toegezegd dat we India gaan bijstaan en ondersteunen in haar streven of bij de stemming over haar lidmaatschap als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nou, toen heeft India waarschijnlijk een concessie gegeven, toch? En de concessie was we herstructureren. Dus, maar dat is we hebben al heel lang een creditline, zeg maar, verhouding met India. Dat zijn van die leningen die tegen hele lage rente, soms worden rentes gewoon over een paar jaar kwijtgescholden. Dus dat deed India eigenlijk al hoor, met ons. Dus eigenlijk, ja, ik vond niet echt veel nieuws onder de zon. We gaan het terug moeten betalen. Linksom of rechtsom. Ja. Goedemiddag, ik volg niet alles van India. Maar wat ik wel zeker weet is dat de partij van de premier van India onlangs nog de opdracht heeft gegeven om de moslims in een bepaalde staat in India op een beestachtige manier te behandelen. Hoe kijkt mevrouw Kanhai hier tegenaan?
En ik hoop dat mijn vraag vandaag wel wordt behandeld. Oh ja, heb ik u andere momenten... Misschien overgeslagen. Mag ik erop ingaan? Natuurlijk. Ja, dus de Bharatiya Janata Party is inderdaad, de BJP is inderdaad geënt op hindoeïstische filosofieën. Een van de uitingen is geweest bijvoorbeeld het afschaffen van het eten van rundvlees in bepaalde deelstaten van India, waar het wel vroeger mocht. Dus, en het eten van rundvlees is... is de normaalste zaak van de wereld voor de islamiet bijvoorbeeld. Toch? De leider van het islamgeloof. Dus daarmee beperk je eigenlijk wel een deel van de bevolking in wat ze willen eten. En end je dat ook allemaal op. En dat viel mij wel op hoor. Want in 2016 dacht ik, werd ik geconfronteerd. Ik eet zelf geen rundvlees, maar ik werd er wel mee geconfronteerd. Dat bij elke restaurant of werd er gezegd, expliciet, hè, dat het niet werd verkocht. In de deelstraat staat Uttar Pradesh. Is er een hindoe-geestelijke die ook lid is van de BJP, maar niet altijd eens is met Prime Minister Modi, is aan de macht gekomen. Dus worden de wetten in die deelstaat worden natuurlijk nog zwaarder op het hindoeïsme afgestemd. Moslims die huwen bijvoorbeeld met hindoe-meisjes, die worden ook op een bepaalde manier bejegend. Mensen van wie men verdenkt dat ze rundvlees hebben in hun huis, worden gewoon afgemaakt. Dat zijn de situaties die je krijgt. Toch maar, ik denk dat het bespreken van wat de BJP in India doet, is inderdaad goed voor ons. Maar het feit dat wij denken dat we met één politieke organisatie, die is geënt op een religie, moeten samenwerken, omdat dat alle heil zou brengen in onze eigen politieke organisatie, dat vind ik verkeerd. Dat is voor mij niet nationalistisch. Toch, die samenwerking kan. Maar ga dan met alle politieke partijen samenwerken. Omdat het gaat om jouw entiteit. Als entiteit ben je een politieke partij. Die ideologie van die politieke partij kan je niet zodanig aanspreken, van die buitenlandse partij, dat je daardoor zo gecharmeerd bent. En zeker wanneer je weet dat die organisatie, dat die ideologie van die partij is geënt op een bepaalde religie. Het is niet goed. Het is niet goed. Okay, het is niet, het gaat ook niet. Het gaat ook niet werken, omdat we in Suriname. Is het niet belangrijk wat ons geloof is. We hebben leren leven naast elkaar in wat onze president Bromchijari noemt. Dat zou ik zeggen, als je die Bromchijari hebt aangetroffen, toch? En je zou willen weten hoe het is gekomen, ga erover lezen of praat met mensen die die ontwikkeling hebben gevolgd. En een aantal mensen zijn er nog van vroeger met wie gesproken kan worden. Dus ik denk niet dat het een voorzitter van welke politieke partij dan ook siert om te zeggen, we gaan ons houden aan die en die partij. Ik denk dat er geen rekening is gehouden met die leden van die partij die bijvoorbeeld geen hindoe zijn. Houdt men rekening met het feit dat bijvoorbeeld in een politieke partij is het nooit de vraag welk geloof hebt u. Bij ons in Suriname kan je hooguit zeggen etniciteit, maar je gaat niet verder dan dat. En heel vaak zijn ook mensen die op mij leken christen. Op die mensen die op mij leken, moslim. En mensen die op jou leken, Clifton, zijn ook moslims. Hmm. Dus breng dat element van religie alstublieft niet in dat politieke leven van ons land. Ik vind dat anationalistisch en onbehoorlijk. Ik vind dat niet kunnen. En ik hoop dat ik daarmee... Ik heb niets te slijmen bij niemand. Waarom zou ik slijmen? En ik ben zelf hindoe. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden als Suriname hindoeïstisch gaat worden. Het is gewoon niet goed. Dat is die essentie van die Bromchijari. En dat is die Bromchijari die wij willen voortzetten. Ga niet retroactief. Ga niet terug in de tijd. It took us a long road to come here. En ik denk dat we van hier naar voren gaan. We gaan niet naar achteren. Wat ik te vaak zie. Waarom kijken we elke keer naar achteren? Waarom moeten we naar buiten kijken? Weet je? En dat is weer. Ik kom weer op wie Egi Sani. En wie Egi Sani is alle etniciteiten. We hebben allemaal iets moois om bij te dragen. We hebben niet alle... Weet je hoe onze president in beeld is gekomen? En zo grappig, want dat gebeurde altijd. Maar nu was het zichtbaar.
Prime Minister Modi heeft in een van zijn, hij is geloof ik elke twee weken, heeft hij een programma Man Ki Baat en dan spreekt hij met het volk. Nou, ik heb geen Man Ki Baat in Suriname gehoord sinds de laatste tijd, want geen enkel president praat tot het volk. Het is ineens, is iedereen omhoog gegaan en mensen zijn omhoog gebleven. Dus nu is die afstand groot. Maar wat doet de prime minister na de inauguratie? Nou, hoe zeg je dat? De eedsaflegging van de parlementsleden en van onze president. Is er een programma over de hele wereld gegaan natuurlijk. Dat is allemaal viraal gegaan. En een, ik denk een persbureau van India heeft dat opgepakt. En dat is heel mooi in een soort marketingding. Is het door de prime minister van India in zijn gesprek met het. Heeft altijd een aantal segmenten. Binnenland, buitenland, dit, dit, dit. En zo heeft hij dus in zijn rubriekje buitenland, heeft hij die dag gezegd dat er in Suriname worden de Weda's nog steeds gebruikt om de eed af te leggen. Maar weet je, in Suriname hebben we het nooit anders gedaan. Dus highlight niet alleen dat, highlight ook die Bijbel, highlight ook die Mulvi en highlight vooral wanneer die mensen die eed afleggen, zit die pandit naast die Mulvi, naast die dominee, naast de Winti-priester. Allemaal zitten ze naast elkaar en wachten op hun beurt wanneer ze aan de beurt zijn om de eed af te leggen of wat dan ook te doen. Dus ik vind, haal dan niet dat. En als prime minister Modi het wil doen, is zijn keus. Hij heeft zijn mensen tevreden te stellen. Hij heeft zijn politiek te voeren op zijn manier in zijn land. Maar niet in ons land. Ik heb onder de BJP ben ik ambassadeur geweest als hindoe. En het was altijd, we hebben meer dan dit. Ik ben een keer naar Jamia Millia Islamia Universiteit. Dat is een universiteit in India. Ik had een publiek van 500 studenten en docenten. En het moment dat ik Hindi begon te praten, vond men het zo bijzonder. Maar op dat moment heb ik gelijk gezegd, ik spreek nu Hindi en ik vervolg in het Engels, omdat Hindi één van de talen is van mijn land. Ik had even goed kunnen zeggen dat ik twee zinnen in het Nederlands of in het Sranang of in het, het Javaans. Ik kan een beetje Javaans praten. Maar. Dus je kan veel doen. Maar je moet je nationalistische uitgangspunt van die Bromchi Jari, niet omdat je daar gaat en je wordt met zoveel egaars. Natuurlijk, als je in India als gast komt en hoe hoger het niveau is, hoe meer Maharaja ontvangst je krijgt. En als je daarin jezelf verliest, dat weet je, is net als, oh ja, yes, 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 yes. Je zegt op alles yes, want je krijgt zoveel. Toch, maar je moet je horen schrijven. En je moet niet uit je dingen gaan van, wacht even, wie ben ik? Waar sta ik voor? Je staat voor een nationalistisch Suriname waarin, waarin er multi-etniciteit is en alle religieën dezelfde plek hebben. Ja, kan ik zeggen dat het niet makkelijk is voor Santokki om te doen wat jij daar zegt? Waar je voor staat? Ik kan me voorstellen. Ik wil bijna vertellen wat ik zag toen hij met me daar samen zat bij de Red Fort op die 15 augustus 2014. Maar ik ga het niet doen. Ik ga niet vertellen wat hij. Maar hij werd emotioneel toen het India's volkslied werd gespeeld. En wij zaten als diplomaten allemaal eigenlijk, hoe zeg je dat? Als je geen enkele emotieloos, toch? En gevoelloos en, hoe zeg je dat? Je hebt geen enkele, hoe zeg je, gezicht uitdrukkingloos. Want je bent daar omdat je gast bent om te zien hoe de Indiase regering en eigenlijk het volk van India haar onafhankelijkheid meemaakt. Daar ben je gast, dat zie je en dan ga je weer terug naar huis. Sommige mensen werden zo emotioneel. Ik dacht van, ja, dat volkslied is inderdaad emotioneel. Ik bedoel, het is een mooie tekst, maar God zij met ons Suriname, doet me wat. Daar ga je voor staan. En weet je, dus ja, een volkslied is altijd, spreekt tot het hart, toch? Maar het moet niet zo dan tot het hart spreken dat je als vriendeling, hoe je lastig schreef. Sorry hoor, maar mensen, ik vind het dadelijk, ik heb aangifte en zo. Ik heb niemand beledigd. Ik wil niemand beledigen. Maar ik zeg wel, verliest u uzelf niet wanneer u bezig bent om nationaal belangrijke dingen voor het Surinaams volk uit te dragen. Dat is belangrijk.
Je blijft Surinamer toch? Ja, zonder meer. Laat me kijken. Wat we nog hebben aan berichten. Ik krijg terwijl ik zo bezig ben, vele. Ik moet die dingen doorsturen over Indiërs die ook. Heb je dat hier gezien? Ja, ik heb gezien. Dagelijks Indiërs bij de immigratiedienst. Ja, er is een toename. Iemand zegt reeds geruime tijd bezig een kleine groepje Suriname binnen te komen. Ja. Wat is er aan de hand? Wordt het electoraat aangedikt? Nee. Die mensen gaan weg. Ze gaan weg, hè? Ze gaan weg. Hoeveel hun bestemming is dus vanaf wij onze visumplicht hebben afgeschaft, mm-hmm. hebben we een influx van buitenlanders die dus Suriname als een soort doorvoer zien. Mm-hmm. En dat is informatie, ik kreeg het ook van een parlementariër toegestuurd met foto's en al, dat Indiërs, Nepalezen, Eritreërs, mensen uit Cameroen, iedereen komt hier en verdwijnt uiteindelijk. Omdat eenmaal in Zuid-Amerika kan je dus makkelijk de weg vinden naar Noord-Amerika. Maar ook naar Peru, Chili, Brazilië, waar goedkope arbeid en ja, illegaliteit. Illegaal, hè. Dus eigenlijk hoogtij viert. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken? We hoeven ons wel zorgen te maken. Omdat het erom gaat dat we als land in de wereld, toch, worden we gebrand. Toch? En wanneer we 500.000 oliebronnen vinden, dan worden we gebrand als een olieland. Wanneer we beginnen met mensensmokkel, dan worden we een mensensmokkelland. En dan gaan die deuren van voor ons naar de wereld steeds dichter gaan. Dus die vervlogen droom, als zo Nederland straks visum willen afschaffen, ik ben bang dat als we deze trend voortzetten, want er zijn dus internationale organisaties die dit met name monitoren, de International Migration Organization, IMO, heeft regelmatig bezoeken aan Suriname gebracht, in met name het afgelopen jaar, omdat er een forse stijging is geconstateerd van personen die ons land gebruiken om gewoon door te gaan naar een ander land. Het is mensensmokkel. Toch? En waarmee zijn we bezig? We worden gebrand als een land die hindoeïstische ideologieën wil gaan volgen. We worden gebrand als een land die mensensmokkel faciliteert. Wat was het weer? Zo zijn er van die dingen waar we wel voorzichtig mee moeten zijn, ja. Ik vond je optreden daarnet bij dat over wie ik is aan sterk. Ja, no? Nee, ik vond het een leuk concept. Dus vorige week was ik op de Trefosa-avond. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement. En ik moet zeggen, ik heb met plezier gezien hoe we eigenlijk om zijn gegaan met die beweging van nationalisme. En weet je, ja, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen kijk op de verbroederingspolitiek van Lachman. Maar als je dan kijkt in de Hindoestaanse gemeenschap, was dat wel een vrij progressief initiatief. Hmm. Misschien was het inderdaad alleen maar een politieke coalitie tot stand brengen en helemaal geen NPS aan boord halen. Misschien. Maar wat je wel ziet, is dat wanneer je die problemen van de verbroederingspolitiek, en ik verwijs weer naar dit prachtige boek, wanneer je gaat kijken naar die complicaties van die verbroederingspolitiek toen, en bijvoorbeeld nu wat er gebeurt met die coalitievorming, waar je weer eigenlijk een soort van etnische polarisatie gevoel kreeg, toch? Want als ABOP en VHP samen gaan werken, dan vraag je af, van, zitten we weer in een verbroederingspolitiek? Nou, in die verbroederingspolitiek is het nemen van belangrijke beslissingen altijd moeilijk geweest. En dat verschijnsel zien we nu eigenlijk terugkomen. Je ziet geen harde beslissingen komen, omdat er steeds rekening wordt gehouden met de coalitie die vooral in stand moet worden gehouden. Dus, maar goed, even terugkomen op wie Egi Sani. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar de politieke partijen die zich zijn gaan ontwikkelen, met name nadat die nationalistische beweging op gang kwam. En dan ga je toch een aantal vrij progressieve politieke partijen zien die nog steeds, zeg maar, bestaan. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat we naar
nationalisme moeten kijken. En elke buitenlandse politieke partij heeft nationalisme. Dus als we werken, werken we met alle partijen. Weet je, laat me nog één ding zeggen met betrekking tot India. Wanneer er een staatsbezoek is, een echt staatsbezoek. We hebben het niet over een bezoek, we gaan naar conferentie en we doen even daar, we gaan jullie. Niet dit. Een echte. Wanneer echt staatsbezoek is, wat doe je dan? Je gaat naar dat land, je maakt een lijst van courtesy meetings. Op het moment dat je de president ontmoet en je besluit de voorzitter van de ruling party te ontmoeten, dat is dan de grootste partij, dan wordt er in één adem door de Indiase autoriteiten gezegd, you can also meet Mrs. Sonia Gandhi. She's the chairperson of the Congress, our biggest opposition party. En dan krijg je die courtesy meeting ook. Waarom weet ik dat? Toen ik ambassadeur was, had ik zoiets van, als de BJP in de ruling party is in 2014, misschien moet ik een courtesy meeting brengen aan inderdaad de spokesperson van de BJP. En op dat moment heb ik gevraagd, hoe pak ik dit aan de Indiase autoriteiten? En toen heeft men mij aangegeven, dat kan, maar dan zou ik u adviseren om ook met de congres te praten. En hetzelfde heb ik in Bengaal gedaan. Die gaat naar de spokesperson van die politieke partij. Dan heb je dus een national spokesperson van die partij. En dat spreek je mee. Dus ik begreep niet waarom dat niet ook is gebeurd. Het zijn van die protocolaire gevoelsmatigheden, waarvan ik zeg van, dat moet je bij zo'n ontmoeting, in die positie moet je dat wel weten. Het is net als wanneer, ik heb ook die foto gezien met premier Rutte. En ik wil in verlengde van dat ook zeggen. Ik weet nog niet of het was op die VHP-speech van onze president of die andere. Of de speech in verband met de verjaring van de VHP. Is er gesproken over het samennemen van het, wat was het, slavernijverleden en het koloniaal verleden van ons land. Ik vind het verkeerd hoor. Ik vind het verkeerd. En dan ga ik weer naar Iwiegi Sani. Ja, het spijt me, maar ik vind die passage zo mooi dat er wordt gezegd, we hebben niets te geven aan president, aan koningin Wilhelmina. Toen waren we al zo wees. Dan gaan we nu plotseling, en het zijn twee verschillende dingen. Slavernijverleden is een veel mondialer ding dan het koloniaal verleden van Suriname, welke zij heeft gehad met Nederland. Elke voormalige kolonie heeft het op een andere. Curaçao was ook zo gekoloniseerd. Toch? Maar je hebt bijvoorbeeld dat van het slavernijverleden. Is een mondiaal concept omdat slavernij bij verdragen is verboden. Toch? Dus ik denk dat wanneer de Nederlanders hebben gemeend, we gaan onze verontschuldigingen aanbieden. Ik zie niet dat in die verklaring van premier Rutte een excuus is. Ik zeg nogmaals, het is een erkenning van een fout van Nederland en het is een eenzijdige verklaring. Het is een verklaring, ik heb fout gedaan. Nou, goed, klaar. Maar wanneer wij dan zeggen, weet je, hij biedt zijn verontschuldigingen aan voor dat en we gaan dit erbij nemen, dan zijn we ermee klaar. Hé, hey, geef me een blik hoor, echt waar. Het mag niet. En we moeten daarover ons uitspreken. Koloniaal verleden, slavernijverleden. Weet je, dus ik weet niet of mensen dat beseffen. Toen er geen slavernij meer was, was er nog koloniaal verleden. Dus misschien moeten we gaan kijken. En het onmenselijke in beide zijn natuurlijk, want je maakt natuurlijk, door kolonialisme maak je mensen politiek afhankelijk en dat soort dingen. Maar bij slavernij gaat het om fundamentele schendingen van rechten van de mens. En dat moet ook de manier zijn van benaderen van dat ding. Dus ik vind het vervelend als mensen dat samennemen. Ik vind het helemaal niet correct. En ik denk dat ik die passage eigenlijk nog een keer wil voorlezen. Alleen ik hoop niet dat ik u verveel met al dat gelezen van mij. Maar die passage, nu moet ik het wel even vinden, ja, die verjaardag van dinges, het was gewoon iets dat je, wij zijn te arm, op dus de nationalistische beweging zegt, op een pamflet in 1959, zeggen ze,
Wij gaan, want er was een geldinzamelingsactie ingegeven door natuurlijk de politiek toen. Dat was dan Pengel en Latschman dan, zullen we zeggen, maar meer denk ik VHP. Dit cultureel nationalisme, een politieke dimensie door verspreiding van een pamflet in Paramaribo, ondertekend door een nationalistische beweging. Uit de inhoud van het pamflet bleek dat er verzet was tegen de geldinzamelingsactie die in Suriname plaatsvond om een geschenk te kunnen bieden aan koningin Juliana ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Luistert u goed. Wij zijn te arm om te geven aan anderen die het niet nodig hebben. Laten wij ons bezinnen dat de tijd aangebroken is om aan onszelf te denken, ons vaderland, ons eigen land, ons dierbaar Suriname. Verbreek alle koloniale tradities. Weg met het kolonialisme. Wanneer we dat toen hebben gedaan, wat schopt ons om nu te gaan zeggen, weet je, je wil over slavernij verleden, nou doe het niet meer alles samen. Het zijn twee dingen en ze moeten op twee aparte fronten, of hoe zeg je dat, op twee aparte, met twee aparte benaderingen moeten ze worden. We zijn niet met kolonialisme bezig, maar ik weet wat het is. Ik weet wat het is, het gaat er dan om dat contractarbeid ook te betrekken, en om dat, maar dan moet je verder gaan. Dan moet je gaan kijken naar die grens bijvoorbeeld met Guyana. Want dat toch is ook ons kolonialistisch erfgoed, hè. Die grenzen van ons land die vandaag tot grensconflicten hebben geleid, met name die van met Guyana over de New River Triangle, is ook een kolonialistische erfenis. Hmm. Of hoe zeg je dat? Ja, kolonialistische erfenis. Koloniale erfenis. Ik heb meer reacties. Ja. Goedemiddag, ik ben het niet eens dat Santokki geen emoties mocht tonen bij het horen van het Indiaas volkslied. Kennen we de gedachte achter de emoties? Sommige volksliederen hebben zo'n trange tekst dat het je niet koud kan laten. Ik weet. Ik ben totaal geen fan van hem, maar ik wil geen dingen verzinnen om mijn antipathie te vergroten. Misschien dacht hij, één voor was het mijn volkslied. Ik bijvoorbeeld, meneer Cliff, krijg kippenvel bij het horen van het Amerikaans volkslied. Ja, ja. En ongetwijfeld, het is een bloedmooi... Kijk, ik ben een fan van Rabindranath Tagore. Hij is de schrijver van die, hè, van dat volkslied van India. Het heeft wat. Maar even een andere vraag. Ik ben hindoe, toch? Ik ben vaker uitgenodigd als ambassadeur op bepaalde zaken die religieus van aard waren in India. En dan ging ik. Maar dan ging ik tot het officieel deel en dan ging ik weg. Er is een tijd en een plaats voor emoties wanneer je in een bepaalde functie bent. Dat is wat ik zeg. Ik zeg niet dat je machine bent geworden. Nou, omdat je functie. Gezegd. Nou, dat zeg ik. Er is een tijd en een plaats. Ik bedoel, je gaat niet voor die mensen zeggen, oh mijn god, ja, zo mooi. Dat doe je niet. Ik niet hoor. Je gaat naar huis en dan bel ik jou of ik bel iemand en ik zeg, mijn god, ik ben daar geweest. Mijn god, ik moest zo huilen, want het was zo mooi en het gaf me kippenvel. Dat is wat anders. Maar je zit, nou, ik weet niet. Ja, oké, okay, maar bedankt voor in elk geval die opmerking. Oké. Iemand wil over prijzen praten. Ik heb Santokki nooit emotioneel gezien bij het horen van ons volkslied. Ziet de VAP-voorzitter in deze houding maybe zijn politieke zetelconsolidatie onder de Hindoe-gemeenschap richting 2025 of eerder? Mooie vraag toch? Eerder wat? Sorry. Eerder. Nog een keer lezen? Ja, graag. Nog een keer. Ziet de VAP-voorzitter in deze houding maybe zijn politieke zetelconsolidatie onder de Hindoe-gemeenschap richting 2025 of misschien eerder? Kijk, we hebben in Suriname natuurlijk ook verschillende Hindoes. En ik kan me voorstellen dat er een deel van de Hindoes kan zeggen van inderdaad, het zou goed zijn enzovoort. Maar ik denk, als ik weet hoe de Hindoes van mijn land denken. En ik kom wel eens op plaatsen. Ik bedoel, ik bezoek genoeg tempels en zo. Ik denk dat mijn geloofsgenoten niet per definitie dit willen. Ik denk het niet. Ik heb die indruk niet. Ik heb met een aantal Hindoes gesproken. En we moeten ook kijken naar, er is een scheiding, hè, tussen de Sanatendurum en de Arische Arya Diwakaroep, dat binnen het Hindoeïsme in Suriname. Dus ik denk niet dat het aanhalen van de Hindoeband
voor meer stemmen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat we in een Suriname leven. We hebben het allemaal meegemaakt. Onze ouders waren nog... zijn nog uit de koloniale tijd. Onze ouders, neem ik aan. Dus ik kan me niet voorstellen dat Hindoes... maar ja, misschien moet er worden gekeken naar die groep die weg gaat lopen. Juist door deze stap. En dan is het een kwestie van de balans zoeken, hoor. Want op het moment dat je een religie binnenbrengt... dan ga je een gevoelige snaar bij de mensen raken... die niet van die religieuze groep zijn, die religie aanhangen. Onze president spreidt zijn onkunde als president... van een multi-etnische culturele samenleving steeds meer ten toon. Zijn er binnen de VAP geen hooggeschoolde mensen die op de hoogte zijn... van wat mevrouw Kanhai ons vertelt om de voorzitter tot orde te roepen... en met beide benen op de aarde terug te brengen, want hij blijft zweven. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen zijn binnen die organisatie... die eigenlijk ook zeggen wat ik zeg. Alleen, ik heb niet begrepen waarom die mensen niet losbaar zijn. Maar even realistisch. Ja. Als hij inderdaad zegt van ik ga de banden verstevigen met die partij in India. Mm-hmm. Kan het betekenen, vooral als we merken dat er vanuit de partij niemand opstaat en zegt van dit is een stap terug. Nee, maar als niemand dat zegt, kan het dan betekenen dat de partij echt niet ready geweest is voor het opengooien of voor de nieuwe gedachten? Nee, ik denk ook dat die partij zit... Ik denk hoor, ongeacht welke partij, maar je bent in de regering. Je wil niet in... Je wil geen joegoe. Dus je gaat niet naar buiten treden met meningsverschillen. Ja. Nu vind ik wel dat een goede leider... En ik zeg altijd, als je goed leiderschap kent... dan weet je om te gaan met minderheden. En je weet om te gaan... op een democratische wijze... met alles dat je op dat moment vertegenwoordigt. Dus daarom worden mensen tot voorzitter gekozen... van welke organisatie dan ook. Dus ik vind wel dat de speech bijvoorbeeld... had eerst moeten worden gescreend. En als je goed leider bent, dan zeg je... ik heb wat geschreven, check het voor me. En check dit voor me. Weet je, ik ga even terug in de tijd weer. Toen in India, ik kreeg het idee om het Baba en Mai monument... of een monument te laten doen plaatsen op een gebied, een steger in India... waar ik had ontdekt, dus met gedocumenteerd hoor... dat van daaruit de contractarbeiders naar Suriname zijn vertrokken. Toen heb ik zoveel mogelijk met... organisaties, ook organisaties die niet met mij wilden spreken, omdat ik een bepaalde politieke signatuur op dat moment vertegenwoordigde, hebben gesproken. Het ging om, iedereen moet achter het idee staan of mee hebben gedaan aan het beslissen welk monument daar komt. Ik ben ook toen naar meneer Santokhi gegaan, toen hij voorzitter was van de VHP. En we zijn naar alle NGO's gegaan, Signatie Immigratie, Lala Roek. Ik heb met het ging toen om de Hindoestanen over het algemeen. En ik heb toen ook met niet-Hindoestanen gesproken. En ik moet zeggen, het was bijna 90% van iedereen... ja, Baba en Mai moet daar komen. En het is Baba en Mai geworden. Toch, dus als je goed leider bent... Ik wilde een nieuw monument hebben. Dat was mijn mening. Maar toen ik merkte hoe mensen zo, weet je, enthousiast raakten. Dus het is belangrijk als leider. Je leidt een politieke organisatie. En je moet die organisatie vol democratisch kunnen leiden. En men gaat zeggen, ja, maar NDP dit en dat. Ik ben geen NDP'er. En ik heb het gevoel niet dat het belangrijk is om te vergelijken. Die speech, de dingen die zijn gezegd in die speech... met name de twee zaken die we vandaag hebben aangehaald... het je doen laten knechten aan de ideologie van een buitenlandse politieke partij... die bovendien is geënt op een bepaalde religie, is fout... En het is niet nationalistisch. Het samenwerken met politieke partijen in het buitenland is goed. Mits dat heel duidelijk en gestructureerd wordt uitgewerkt. En dan ook met alle politieke partijen, zoveel mogelijk. Zodat er niet een soort idee bestaat dat in Suriname we BJP alleen ondersteunen. Of dat alleen congres ondersteunen. En ik denk dat we dat aspect van het koloniaal verleden en het slavernijverleden... goed uit elkaar moeten houden.
het zijn dingen die met elkaar te maken hebben gehad. Als je kijkt naar de historie, ik ben geen kenner nogmaals, maar met mijn botte verstand denk ik dat het pijnlijk moet zijn om te zien hoe dat slavernij verleden en vooral nu, want ook dat heeft een lange weg afgelegd om te komen tot dit punt waar we vandaag staan. En de bewustwording ook, met name van de plegers van die misdaad van slavernij. Dus ik denk dat we die drie punten, als we dat halen uit die speech van de voorzitter van de VIAP, dat we wel moeten gaan kijken van, wacht even. Wanneer een leider zo begint, dan moeten we wel even kijken van, moeten we dat niet evalueren met elkaar? Dus het is, ik denk, goed, als ook met respect voor meester. Ik noem hem meester, omdat dat is wat ik weet van hem. Misschien heeft hij zijn meestertitel niet behaald, of wel, hij heeft werkt ook als advocaat. Dus ik kan niet anders dan respectvol zeggen, meester Lachman. Als meester Lachman heeft een aantal grondbeginselen, grondgedachten toen heeft uitgewerkt in een ontwikkeling. En dat heeft geleid tot waar we vandaag zijn. Ook mede geleid, laten we dat zo zeggen. Natuurlijk ben ik een grote voorstander van wie Egi Sani. Maar ik denk dat we dan ook moeten gaan kijken, reflecteer met de voorzitter die Lachman was en de voorzitter die de VHP vandaag heeft. En ik ben geen politiek analist, maar ik denk dat wanneer ik zo'n speech hoor en dat afzet met een aantal speeches die ik met name uit dit boek heb mogen nalezen weer, dan denk ik, ja, ik denk niet dat we stappen achteruit moeten, we moeten vooruit gaan. Ik hoop dat het publiek in dat opzicht het wel met me eens is. We beoordelen de president volgens de normen welke horen bij een staatsman. In de afgelopen 2 jaar is het overduidelijk dat we te hoge kwaliteit hebben toegedicht aan de heer Santokki. Tot onze spijt moeten we constateren dat hij de kwaliteiten van een staatsman mist. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is er een storing op FB? Men vraagt als er een storing op FB. Men vraagt als er geen storing. Oké, dankjewel. Alleen maar het is toch dezelfde gedachtegang van het openen van de ambassade in Jeruzalem. Het is een verscholen structuur. Wat betekent kolonie? En wat was de bedoeling van de veroveraars? Om dit onrecht te rechtvaardigen terwijl er occupatie en grondroof geweest is. Was Suriname een daadwerkelijke kolonie van Nederland? Kan een land afhankelijk of eigendom zijn van een ander land? Oké, mevrouw Kanhai heeft helemaal gelijk. Je merkt een explosie aan boekingen vanuit India op SLM-vluchten. Goedemiddag, graag de titel van het boek waar mevrouw Ashna over praat. Jagannath Lachman. Dat is een biografie van Jagannath Lachman. Ja, verbroederingspolitiek in Suriname. En de auteur is Evert G. Gonesh. Ik speel even advocaat van de duivel. Suriname is toch ook bij de Islamitische Development Bank aangemeld als islamstaat. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Wat is dan het verschil met wat Chan is gaan doen met de Hindoe-partij in India? Ja, oké. De OIC is een internationale organisatie waar wij ook toe zijn getreden, hoe zeg je dat, lid zijn geworden, lidmaatschap hebben verkregen. Dat is ook gepaard gegaan met allerlei discussies. We hebben eigenlijk een substantiële hoeveelheid moslims die georganiseerd zijn in, in een moslimorganisatie, zeg maar. Toch, je hebt, dacht ik, de SMA en. Dus die organisatie staat open, het lidmaatschap staat open voor een aantal, op basis van een aantal criteria. Wij voldoen aan die criteria en we zijn lid van een internationale, intergouvernementele organisatie. De BJP is een nationale politieke partij van een vreemde natie, van een ander land. En de BJP heeft geen internationale dimensie. Dat is het verschil. Dus
we zijn organisaties hier. Bij de, er is iets dat ze noemen de Vishwa Hindu Parishad. Dat is een Hindu organisatie. Maar zolang die niet als intergovernementele organisatie gaat functioneren, gaan we ook niet kunnen toetreden. Maar als het zo wordt, gaan we ook toetreden. Want we voldoen ook aan, aan misschien de criteria dan. Toch? Dus het, we hebben ook de bisschop van de katholieke kerk hier, die in een bepaalde orde valt bij de paus, die bij de paus staat geregistreerd in het Vaticaan. Toch, maar dat zijn internationale instrumentaria, internationale structuren. Dit is een nationale politieke partij en er is niks op tegen om samen te werken. Maar werk dan ook samen met andere politieke partijen van hetzelfde land. Dan heb je een soort neutraal en dat gaat ook eigenlijk meer samen met het voeren van de buitenlandse politiek, zoals wij dat van oudsher doen in Suriname. En dat is, we zijn niet gebonden. Dus wij we houden ons niet bezig met binnenlandse ontwikkelingen van elke andere vreemde natie. Oké, ik krijg veel reacties, maar... We gaan niet alles kunnen lezen. We gaan langzaam naar 4:30. Ik moet wel, ja. Oh, je moet wel. Oké. Laat me snel dan een paar. Een paar berichten lezen. Dat van OIC heb ik al gelezen. Ik zit dagelijks te luisteren met collega's in de auto. We zijn altijd van dezelfde mening. We zijn dezelfde mening toegedaan dat deze vrouw in de Nationale Assemblée thuis hoort. Groetjes vanuit Amsterdam Zuid. Ja, liefst van hieruit voor Amsterdam Zuid hoor, maar. Never say never, zeggen ze. Nee, maar net wat ik zeg toch. Het komt naar je toe en dan is het daar. Maar als het niet naar je toe komt, dan moet je niet. We zien toch wat gebeurt als mensen gaan in de politiek. Laat de politiek naar je toe komen. Ja. Meneer Cliff Manja heeft achteraf spijt voor gevoerde acties tijdens Boterse. Mensen ontwaken. Toen Pres met zijn groep aankwam in India, dachten de mensen dat Suriname alleen uit Hindostanen bestaat. Middag. Deze Pres is bezig rassen en geloven tegen elkaar op te zetten. En dit alles is begonnen nadat hij in de media had verklaard dat men niet van hem hield omdat hij Hindostaan is. Met deze stomme uitspraak van hem is alles begonnen. Voorheen hadden we ook Hindostaanse presidenten, maar ze hebben nooit deze uitspraken gedaan. Deze man is machtsdronken en maakt de ene fout na de andere. Hij houdt met niks en niemand rekening, zelfs zijn eigen partij. Leden niet. De bewakers van onderwijs ben ik weer vergeten. De kindertjes die met vlaggetjes stonden te wapperen toen de Indiase president hier landde. Mm-hmm. Die mensen die daar wonen vanaf de luchthaven naar de stad. Dat zijn doorgaans geen Hindustanen. En dat was ook zo bedoeld. Zodat de president bij aankomst zou worden verwelkomd door verschillende soort gezichten. Van dat is Suriname. En dat is Suriname. Dat was welkom. Ja. En er was een... Wat is het? Awassadans, denk ik, was er. Er was Londoakinaj. Er was van alles was er op dat moment. Qua culturele show, zeg maar, hoor. Dus ik denk, die kindertjes kan ik me nog herinneren. Want dat heeft ook het meeste indruk gemaakt op hem. Zo heeft hij het later ook verteld. Is gewoon een boekwerk. Waar is hij nu? De president. Mm. Hij is in India. Maar hij is intussen als een Amstermijn erop. En nu is het mevrouw Murmu is de nieuwe president van India. Sinds vorig jaar. Ik krijg sterk het gevoel dat velen denken dat je de regering, zo ook de president, bespreekt. Maar maak het ze duidelijk dat het niet het geval is. Nee, ik meen het echt. Ik bedoel, ik heb net wat ik zeg. Ik heb... meneer Santokhi, toen hij nog geen president was, ervaren als een ontzettend prettig mens in de omgang. Hij kan zich professioneel opstellen ook en soms een beetje emotioneel worden, net wat ik zei. Maar dat was eigenlijk meer om de sfeer te creëren, hoe het daar ook was, die dag. Dus ik zou zeggen, en weet je,
we bespreken de man, maar eigenlijk moeten we naar dat hele ding kijken om hem heen, ook waar alles eromheen. Ik bedoel, de hele regering, denk ik, moet wel een beetje meer aan zelfreflectie gaan doen. En als ze het goed doen, why not? Weet je, wat maakt het mij uit wie in de regering zit? Maar als je werk doet naar behoren, ja, lachen we met dan vind ik het prima. Ik bedoel, we hebben een vicepresident waarvan we nooit hadden verwacht dat hij vicepresident zou worden. En toch, als er petities worden aangeboden, ik weet niet of hij het begrijpt of niet, maar hij aanvaardt het netjes op de stoep. Ja. En weet je, dus er moet natuurlijk wel een bepaalde... en ik denk dat de sportiviteit gebied... dat ook onze regeerders dat van het electoraat kunnen verwachten. We zetten je daar, we zullen commentaar leveren als we vinden dat u het niet helemaal goed doet en het is uw taak dan om te zeggen, dan verbeter ik mezelf. Dus nee, wie ben ik? Ik bedoel, ik schreeuw van de hoogste toren dat ik geen politicus ben en geen politiek wil bedrijven. Maar ja, als dingen je opvallen, dan wil je erover praten. De grootste fout van meneer Badal is zijn nummer publiekelijk doorgeven voor die meneer die beroofd is. Jammer. Maar ik vond dat wel een dappere move van meneer... Badal. Ja, ik vond het een dappere mensen move. Hebben misbruik gemaakt van de manse gemoedstoestand. Santokki kent zijn eigen geschiedenis niet, is niet sterk genoeg om zijn land op alle niveaus uit te dragen. Vraag je, is het presidentschap niet te hoog gegrepen voor onze president? Denkt dat hij niet beseft wat voor Brom Tjadjari Suriname is? Ja, ik vind het jammer hoor. We moeten daarmee niet spelen, weet je. Want als je kijkt naar Guyana heeft het niet kunnen bereiken. Ja. Wat vindt ambassadeur Kanhai van de geen stoelendans, de klompendans? Mijn goeie god. Weet je. Weet je. Dat is ook iets, hè. Het is die organisatie die Nederland, ik dacht, VHP Nederland heeft georganiseerd. Doe wat, maar hou het daar waar het moet. Dus film het niet zo. Wat was de relevantie van die klompendans? Bij God, we gaan niet. Weet je, had bijvoorbeeld een politiek debat georganiseerd en had je Surinaamse studenten erbij gevraagd van alle soort geledingen. En dan, maar ja, we weten dat dat ook weer gevoelig zou liggen. Misschien hadden we kunnen kijken naar... er zijn een heleboel organisaties, culturele organisaties in Nederland. Ik weet dat in Den Haag de Surinaamse Hindoestanen zich cultureel hebben gebundeld. In Amsterdam ken ik bijvoorbeeld, is een voorbeeld, hè, Molenwijk. Dat was een superorganisatie die allerlei... zich bezighouden. Dan had je een mooie culturele show van Nederlanders Nederlands van Surinaamse origine, houden de Surinaamse cultuur hoog. Had dat gedaan. En dan had je daarin misschien een segmentje klompendans gedaan. Maar ik denk dat die klompendansers zich ook niet helemaal hoor, want die dachten ook, nou ja, weet je, waarschijnlijk worden ze nooit gevraagd om te dansen. En dan werd er zo lang maar gedanst en gedanst. Ik bedoel, Nederland staat niet bekend als een dansland. Ze hadden vast verwacht dat ze daar ook nog getrakteerd zouden worden op meer dans. Want ja, ik vond het niet passen. Ik vond het niet gericht op de Surinaamse gemeenschap. Nederlanders van Surinaamse origine. Die houden vast aan Surinaamse tradities. Overal. Weet je? Het is best jammer dat niemand van de president houdt. Zal het hem echt koud laten? Die vraag ga ik hem stellen als hij er is. Misschien. En het is, ik weet niet als het ook klopt dat niemand van de president houdt. Nee, waarom zouden we dat niet doen, man? We houden wel van hem. We zijn aan het eind gekomen van dit vraaggesprek met ambassadeur Ashna Kanhai. Ja. Gefeliciteerd, veel kijkers. Ja, dank je. Veel belangstelling. Wat hebben we nog niet gezegd? Is er genoeg gezegd het over onderwerp, dat van het slavernijverleden? Ik denk dat we... Maar misschien is het goed als we met het slavernijverleden toch iemand erbij halen. Hmm. Ik denk dat we daarvoor een vervolg moeten hebben. Want ik denk dat het goed is als de regering ervan doordrongen geraakt... dat het niet het slavernijverleden gezamenlijk met het koloniaal verleden... in een grote, mooie milkshake maakt en dat voorschotelt. Dat is het niet. Dat van het slavernijverleden als concept heeft zichzelf, als het ware, ontwikkeld over een lange tijdspanne, wat ik weet. En de discussie van compensatie en betalingen en ook hoe je dat, als je dat samentrekt met koloniaal verleden, eigenlijk
vind ik, doe je de nazaten van de tot slaaf gemaakt en doe je tekort. En daar hebben we genoeg van. Dus ik zou zeggen, kijk, als we iemand anders vinden, ik ben bereid om nog een keer terug te doen. Niet snel hoor, want anders wordt iedereen moe van me. Maar ik kom graag weer terug en dan hebben we het daar nog over. Oké, dankjewel voor het willen komen. Ja, het was me echt een genoegen weer. Dankjewel Clifton en een fijne voortzetting van de middag voor iedereen. Ja, thank you very much.